Kittycat. Wij zijn leuk. Maar ik ben leuker. Miauw. De vlinder. Op een mooie dag hadden de kittycats veel plezier in de speeltuin. Vlekje lijkt zo net een spook. Wat probeer je eigenlijk te vangen, Pudding? Mooie vlinders die ik nog niet eerder in het echt heb gezien, zodat ik ze van dichtbij kan bekijken. Ik zou zo graag nog eens een regenboogvlinder willen vangen. Haar vleugels lijken net een regenboog. Dat klinkt echt bijzonder. Zo'n vlinder zou ik ook wel willen zien. Maar weet je, die heb je hier niet. Regenboogvlinders komen alleen voor in verre tropische landen. De kittycats gingen naar huis, waar hen een verrassing wachtte. Raad eens, kittens. Opa heeft ons een kistje tropisch fruit gestuurd. Is dat niet lief? Ananas. Oh, met een rups. Oh, moet je zien. Dat is een grote rups. Mag ik haar houden, mama, alsjeblieft? Oh, zou ze ook een grote vlinder worden? Ik denk het. Maar laat er alsjeblieft niet door het huis lopen. Ik ben bang voor rupsen. Ik beloof je, mama, dat ik goed op haar zal passen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! Pudding, weet je echt helemaal zeker dat die kronkelende rups straks verandert in een mooie, sierlijke vlinder? Zeker weten. Als ik heel goed voor haar zorg, dan komt het helemaal in orde. Oh! Er was eens een vlinder. Mag hij op een andere zender, alsjeblieft? Ons lievelingsprogramma begint al bijna. Jullie moeten even wachten. Onze rups wil eerst nog even naar dit programma over vlinders kijken. Nu ga je echt te ver. Wat als dat ding straks nou eens niet in een vlinder verandert? Dat doet ze wel. Wachten jullie nou maar af. Ik weet het zeker. Jij wordt de allermooiste vlinder van de hele wereld. Hoera! Eindelijk, het is zover. Wat? Wat is er? Is de rups veranderd in een vlinder? Nou, nog niet helemaal, maar al wel bijna. Ze zit nu in een cocon en als ze daar uitkomt, dan is ze een vlinder. Maar wat nou als er in plaats van een mooie vlinder een griezelig beestje uit de cocon komt? Ja, bijvoorbeeld een neushoorntor. Huh? Of misschien komt er wel een vleermuis uitgekropen. Of anders misschien wel een hele mooie betoverde vee. Fijn, nu word ik nerveus. Wauw, moet je zien. Precies waar ik op hoopte. Een regenboogvlinder, jongens. Oh, moet je zien. Wat is ze mooi, hè? Kom op, we gaan het aan papa en mama laten zien. Wat een prachtige vlinder. Goed gedaan, kittens. Eerlijk gezegd hebben wij niks gedaan. Dat was Pudding. Ja, hij heeft echt heel goed voor de rups gezorgd. En nu hoeven we haar alleen nog maar vrij te laten, zodat ze kan vliegen. Samen met alle andere prachtige mooie vlinders. Kom nog een keertje langs, regenboogvlinder, oké? Zal je voorzichtig zijn? Tot ziens. Kijk eens, lieverd. Als herinnering aan jullie regenboogvlindervriendje heb ik iets speciaals voor jullie gemaakt. Hoera! Miauw, 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 miauw! Dus dankzij de goede zorgen van Pudding is de regenboogvlinder nu te zien in tropische landen en in de tuin van de kittycats. Griezelkatjes! Het was de kittycats hun jaarlijkse griezelnacht. Een enthousiaste Cookie, Snoepje en Pudding hadden zich verkleed en probeerden elkaar bang te maken. Ik ben verkleed als monster! En ik als een kleine heks. En ik ga als een skelet. Kijk! Geweldig! Miauw, 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 miauw!
Help! Jullie zijn zo eng, nu ben ik een bange poes. Mama heeft gelijk. Wat zien jullie er eng uit, zeg? Wij hebben papa en mama laten schrikken. Maar wie gaat ons nu laten schrikken? Niemand kan ons laten schrikken. Wij zijn veel te stoer. Zullen we anders onze vrienden uitnodigen? Misschien kunnen zij ons laten schrikken. De eerste griezelige vriendin was Cupcake. Oké, Cupcake, kom maar. Ik ben Cupcake niet. Ik ben prinses Spinnencupcake. Cupcake is nou niet wat je noemt griezelig. Ach ja, maar ik ben in ieder geval wel mooi. De volgende griezelige vriend was Vlekje. Hij laat anderen graag schrikken. Oeh, ik ben een eng nachtdier. Test, test. Ik ben een hele enge vampier. Sorry, Vlekje, maar we zijn nog niet bang. Ik ben bang dat niemand ons bang kan maken. En? Hebben jullie een beetje een leuke griezelnacht? Nee, we zijn nog helemaal niet bang. Helemaal niet bang, hè? Okidokie. Nou, wij gaan even tuinieren. Ondertussen kunnen jullie mooi het huis versieren. Met allemaal griezeldingen. Dan hebben we dus griezelige versieringen nodig. De katjes en hun vrienden gingen enthousiast aan het werk. Cookie tekende enge monstergezichten. Cupcake knipte papieren spinnen. En de anderen maakten spoken en vleermuizen van vloeipapier. Ik tel tot drie en dan kijken we samen hoe eng het eruit ziet. 1, 2, 3. Huh? Maar het ziet er wel heel erg mooi uit. Weet ik, maar het hoort juist griezelig te zijn. Wat als we elkaar nou enge verhalen gaan vertellen? Vampier Vlekje kent heel veel enge verhalen. Het was een koude, donkere, stormachtige nacht. Nee, nog steeds niet bang. Ik weet hoe we het eng kunnen maken. Niet slecht. Oké. Het was een koude, donkere, stormachtige nacht. Stop maar, ik ben bang. Maar ik niet. Vlekje heeft nog niks engs verteld. Snoepje, hoe deed jij vanaf hier het licht in de gang uit? Dat deed ik niet. Oh, nee. Dan is er daar dus iemand. Misschien was het gewoon de wind. Of het zou ook misschien een spook kunnen zijn. Of een grote zwarte vleermuis. Nou, wat het ook mag zijn, ik weet wel hoe ik ze aan moet pakken. Cookie had een goed idee. Hup, Cookie, wat ben je toch stoer. Ah! Jongens, het zijn twee vleermuizen, nog groter dan wij. Ah! Ah! Huh? Hey jongens, zei iemand daar iets over grote vleermuizen? Boe! Lieten we jullie schrikken? Je had gelijk, Cookie. Die vleermuizen zijn inderdaad groter dan wij. Jullie kostuums zijn echt fantastisch. Jullie zijn net echte vleermuizen. Jongens, wat hebben jullie het hier ontzettend mooi versierd. Het is zelfs zo mooi dat je er bang van wordt. Zijn jullie klaar voor een verrassing? Snoepje, het licht uit. Wat zou het toch zijn? Wow! Oh, lekker! Miauw, 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 miauw! Papa's griezelnachtcake bleek griezelig lekker te zijn. En zo werd het voor de Kitty Cats een heerlijke griezelnacht met familie en vrienden. Op de fiets! Het was een bijzondere dag. Snoepje kreeg van mama en papa haar eerste echte fiets. Verrassing! Hoera! Nu kan ik met jullie meedoen in de grote fietsenrace. Fantastisch! Miauw, 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 miauw! Wacht, ik kan nog helemaal niet op een grote fiets rijden. Je kunt binnen no time zonder zijwieltjes fietsen. Je broers leren het je wel. Ja! Het is een makkie. Ja! Snoepje liet vol trots haar nieuwe fiets aan haar vriendje zien. Oh, miauw, Snoepje. Wat lijkt je al groot op je nieuwe fiets. Wat een mooie fiets, Snoepje. Wanneer gaan we beginnen met racen, jongens? Nou, eerst moeten we Snoepje leren fietsen op haar nieuwe fiets. Het is een makkie, Snoepje. Kijk! Cookie reed zo snel dat de arme Snoepje hem maar met moeite kon volgen. Snap je het? Nee. Nou, probeer het toch maar. Oh, het lukt me echt niet. Wacht, ik laat je wel zien hoe je moet fietsen.
Pudding deed precies wat Cookie deed, alleen veel langzamer. Snoepje bekeek het allemaal heel aandachtig. Oeh, ik denk niet dat ik dit kan. Kijk, zo moet je sturen. Luister, het belangrijkste is dat je heel hard trapt. Ik denk dat evenwicht het belangrijkste is. De fietsbel is ook erg belangrijk, want die klinkt namelijk zo mooi. Snoepje deed haar best om alle adviezen te onthouden. Kom op, Snoepje. Je kan het. Auwie. Hoe kan ik nou tegelijkertijd het stuur goed houden, snel trappen, mijn evenwicht bewaren en de fietsbel gebruiken? Nou, als je bovenop een steile helling begint, dan hoef je niet zo hard te trappen. Maar Cookie, hoe bewaar ik dan mijn evenwicht? Voor je evenwicht kunnen we hele grote wielen op je fiets zetten. Maar Pudding, is dat niet een beetje gevaarlijk? We kunnen ook een elastiek tussen twee bomen spannen en pieuw! Nee, we binden gewoon wat roze ballonnen aan Snoepjes fiets. Dan houdt ze en haar evenwicht en het ziet er mooi uit. Ik ben bang dat ik het nooit leer. Ah! De vader van Snuffel was er al om de wedstrijd te starten. Wat zou Snoepje doen? Het is tijd voor de start, kleintjes. Dit hier is de startlijn en de finish is daar bij die rode vlag. Wees sportief en veel plezier. Maar ik kan niet. Hoera! Als ik win, dan kom ik terug om met jou te leren. Dat beloof ik. Maar als ik win, dan ben ik degene die het haar leert. Op jullie plaatsen, klaar voor de start. Ik ga winnen, dus ik leer Snoepje fietsen. Nee, dat doe ik. Oké, geef niet op, Snoepje. Zorg dat je je evenwicht bewaart. En probeer nu te trappen. Evenwicht, trappen, sturen, gebruik je fietsbel. Ja! Ondertussen was er een spannende race gaande. Ik kan het Snoepje veel beter leren. Echt niet. Wow! Wat zien jullie er grappig uit? Zo allemaal op elkaar gestapeld. Na een dramatische botsing is de winnaar Kleine Snoepje. Dat kan toch niet waar zijn? Hey pap, hey mam. Snoepje heeft zichzelf leren fietsen. Het was echt fantastisch. Ze heeft gewonnen van ons allemaal. Klopt. Ik zei toch dat het allemaal goed zou komen. Maar voor ons was het niet goed, want wij hebben verloren. We zijn niet eens gefinished. Dat Snoepje heeft leren fietsen is een grote winst voor het hele gezin. Want dat betekent dat we nu met z'n allen fietstochtjes kunnen maken. Door het park lopen hele mooie routes. Papa had al een route uitgestippeld voor een eerste fietstocht met picknick. Geweldig! En als we samen een grote tocht maken, dan dragen we allemaal deze lichtgevende veiligheidshesjes. Oké! Miauw, 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 miauw! Snoepje had dan wel gewonnen, maar nu konden ze fietsen met het hele gezin. En dat was de allermooiste prijs. De schat! Op een mooie dag brachten papa en mama de kittycats voor een dagje naar oma. Hallo, mijn lieve kleine kittens. Fijn om je te zien, oma. Dag, mam en pap. Dag. Oh, wat gezellig zo'n dagje samen. We hebben vast heel erg veel plezier. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Oh, ho, ho, niet rennen of springen, kittens. Maar, Dan krijg je het te warm, ga je zweten en dan word je ziek. Even kijken. Phew, geen verhoging gelukkig. Gaan jullie maar voorzichtig spelen. Ik moet nog even wat dingen doen in de keuken. De katjes hadden een springtouw en badmintonrackets meegenomen om mee te spelen. Maar wat moet je daarmee als je niet mag rennen of springen? Maar wat zullen we dan doen? We zoeken een boom om in te klimmen. Goed idee! Ho, 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 niet veilig. Niet in bomen klimmen. Je kunt uitglijden op een tak. Of met je hoofd vast komen te zitten in een knoest. Of vallen. Niet veilig. Blijf maar stilzitten, schatjes. Hoe kunnen we nou plezier hebben als we helemaal niets mogen doen? Ik weet iets. We spelen raak de boom met een eikel. Klinkt goed. Ik begin. Moet je zien? Oh. Nee, niet veilig.
dan wordt hij niet met dennenappels gegooid. Wat als hij terugkaatst en op je neus terechtkomt, lieverd? Maar hoe moeten we dan spelen? Ik weet wel een veilig spelletje. We verstoppen ergens een schat en dan moet oma een schat zoeken. Is goed, dat klinkt leuk en veilig. Als de schat is verstopt, roepen de katjes koud of warm tot oma hem heeft gevonden. Maar waar zullen ze hem verstoppen? Kijk! In die struik! Klaar, oma! Oma ging op zoek naar de schat. Je bent warm! Koud! Huh? Wat? Hebben jullie het koud, kittens? Worden jullie ziekjes? Dat hoort bij het spel, oma. We hebben het niet over de temperatuur. Koud betekent dat hij van de schat afgaat. Koud, oma! Heel erg koud! Oh, nou krijg ik het echt koud. Je bent warm. En nog warmer. Heel erg warm. Ik heb de schat gevonden, kittens. Maar dat is niet onze schat. Onze kist is klein en blauw. Maar dit is fantastisch. Dit is mijn eigen kwijtgeraakte schatkist. Toen ik zelf nog een kleine kitten was, stopte ik hier al mijn lievelingsdingen in. Oh, oma, weet jij nog dat je een speelse kitten was? Tuurlijk, ik speelde vroeger het allerliefste badminton. En ik was er nog goed in ook. En dit springtouw was mijn andere favoriete speelgoed. Wauw, vroeger speelde oma zonder dat ze bang was om ziek te worden. Deze dennenappels komen van een boom waarvan iedereen dacht dat je er niet in kon klimmen. Maar ik kon dat wel. En het allerleukste vond ik boogschieten. Maar wat als je mist en de pijl tegen je gezicht aankomt? Het waren pijlen met een zuignap. Dus al miste ik, dan was er niets aan de hand. Huh? Oh, dat is mijn oven die piept. Ik moet even naar de keuken. Met oma kun je dus wel plezier hebben. Maar waarom mogen wij dan geen plezier hebben? Mijn lieve kittens, we gaan plezier maken, maar eerst snoepen we lekker van deze koekjes. Oma had lekkere muntenkoekjes gebakken en daar de schatkist mee gevuld. Jij bent de beste schat van allemaal, oma. En jullie zijn mijn beste schatten. En wil iemand van jullie nog leren hoe je moet boogschieten? Oh, leuk! Miauw, 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 miauw! Toen oma haar kittenherinneringen vond, herinnerde zij zich weer hoe het was om jong te zijn. En de rest van de dag sprong en rende oma samen met de kittens in het rond. Sneeuwbeelden. Op een dag organiseerde Schilderkat een verkiezing voor het mooiste sneeuwbeeld. De winnaar van de sneeuwbeeldenwedstrijd wint een grote trommel lekkere koekjes. Hoera! Miauw, 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 miauw! Kijk even naar de camera. Lachen zegt vis. Vis! Kijk, hier hebben jullie een schep. Zo, doe maar net alsof de sneeuw klei is. Ga op zoek naar inspiratie en beeldhouwen maar. Begin! Ja! Ik maak een mooie sneeuwkat. En ik maak een nog veel mooiere sneeuwkat. En ik ook. Boris besloot om ook een sneeuwkat te maken. En Dart ook. En Cupcake. Volgens mij zijn de armen meestal van takjes. En voor de knopen en de ogen gebruik je moeren. Ik heb geen moeren. Mag ik er ook een paar? Mag ik ook? En de neus kun je van een dennenappel maken. Let maar op. Wow. Oké, dan bekijken wij nu alle beelden om te zien wie van jullie die eerlijke koekjes wint. Ik! Oh, eerst moeten wij uitzoeken welk beeld het mooiste is. Maar toen Schilderkat de rij sneeuwkatten zag, had hij geen idee hoe hij daaruit de beste moest kiezen. Wauw, dit wordt nog lastig. Mijn sneeuwkat is de witste van allemaal. Nou, ze zijn van hetzelfde spul, dus ze hebben dezelfde kleur. Misschien kunnen wij wat andere verschillen ontdekken. En op dat moment begon het weer te sneeuwen. Waardoor de sneeuwkatten en de kittycats werden bedekt door een zachte witte deken. Wauw, alles ligt onder de sneeuw. Kijk. Hé, hey, dat doet pijn hoor. Sorry, ik dacht dat jij mijn sneeuwkat was.
Nou, als we de verkiezing nog willen houden, dan moeten jullie eerst jullie sneeuwkatten opgraven. Maar sneeuwkatten opgraven uit de sneeuw valt nog niet mee. Hé, hey, waar is mijn sneeuwkat? Hij stond hier. Mijn sneeuwkat is weer in vorm. Oh nee. Dit is er over van die van mij. Oh nee, ze zijn allemaal stuk. We hadden onze beelden thuis moeten maken, jongens. Dan had de sneeuw ze niet kunnen bedekken. Maar Cookie, thuis zouden ze toch direct smelten? Dan maken we ze van iets anders, bijvoorbeeld metaal. Metaal smelt niet. Tuurlijk, dat kan. Maar dan zijn het geen sneeuwbeelden meer, maar eerder een soort robots. Nou dan... Ik weet het niet, maar ik krijg wel trek. Hé, hey, ik moet ineens aan iets denken. Pudding, jouw sneeuwbeeld lijkt precies op een taart. Haha, je hebt gelijk, dat is zo. Er hoeft alleen nog maar een roosje op. Prachtig! Ik ga van mijn sneeuw een hele mooie prinsessenkroon maken. En ik maak een sneeuwruimteschip. En ik maak een sneeuwklauwtje. Dit keer maakte iedere Kitty Cat een ander sneeuwbeeld. Snoepje maakte papa, mama, Cookie, Pudding en zichzelf. Nu alle sneeuwbeelden zo verschillend en mooi zijn, is het voor mij nog lastiger om te kiezen. Oh. Maar daar heb ik al iets op gevonden. Iedereen verdient een trommel koekjes voor zijn geweldige beeld. Wow! Ik ben zo trots op mijn koekjeswinnaars. Dat is trouwens een van mijn recepten, kinderen. Oh, het is bijna tijd voor het plaatselijke nieuws. Vandaag werd er een sneeuwbeeldenwedstrijd gehouden. Cookie, Snoepje, Pudding, Bogus, Dart en Cupcake waren de winnaars. Wat een getalenteerde groep, kittens. Ze zijn op tv. Nu zijn we beroemd. Ze vinden onze beelden mooi. Het bleek dat papa zijn filmpje van de verkiezing naar de nieuwszender had gestuurd. Geweldig! Miauw, 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 miauw! En zo deelden de Kitty Cats hun beelden met de hele stad... en hun koekjes met het hele gezin. Zondag. Op een vroege zondagochtend ging mama naar de sportschool. Ze liet Cookie, Snoepje en Pudding thuis bij papa. Ik ga even naar de sportschool. Veel plezier. Ik zal goed voor de kittens zorgen. Redden jullie het zonder mij? Natuurlijk wel, mama. Ja, we vervelen ons nooit bij papa. Ja, daar heb je gelijk in. Dag, lieverd. Pap, pap! Met de poppen spelen? Hé, hey, pap, zullen we schaken? We gaan darten! Oké, mijn allerliefste kinderen. Met de poppen, schaken en darten. Hoera! Miauw, 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 miauw! Maar waar was papa? Kom op! Je zou toch met ons spelen? Ja, ik kom al, mijn allerliefste kinderen. Dit gaan we doen. Miss Kitty Lou moet deze mooie nieuwe jurken passen. Kijk, ik heb het schaakbord. Ik ben wit. Magneet darten! Hier, pap, hou het bord vast. Dat klinkt hartstikke leuk. Oké, daar gaat-ie. Hoera. Oepsie. Oh nee, papa is weer in dromenland. De lieve kittens gunden hun hardwerkende vader zijn welverdiende dutje. Nou ja. Wakker worden! Dat kriebelt. Hoe krijgen we papa ooit weer wakker? Ik weet misschien wel hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. Oh papa, ik sproei je wakker! Maar Pudding, als hij nat wordt, dan wordt hij misschien verkouden. Misschien kunnen we iets wat heel veel lawaai maakt naast hem neerzetten. Hé, hey, papa! Maar Cookie, dan laten we papa misschien vreselijk schrikken. Hoe maken we hem dan wakker? Moeten we hem wel wakker maken? Misschien is het beter om hem gewoon te laten slapen. En als hij straks wakker wordt, zit hij weer boordevol energie om met ons te spelen. Goed idee! Shh. Miauw, 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 miauw.
uitrusten. En denk je dat hij genoeg heeft geslapen? Nog niet helemaal. En nu? Ik denk het wel. Ik weet het niet zeker. Zullen we hem dan maar wakker maken? Is goed. Laat mij maar. Hallo, als ze me zoeken, ik hou een inspectie in de fabriek. Nog even hoor. Ik heb een geweldig idee. Als mama slaapliedjes zingt, dan slaap ik veel beter. Laten we voor hem zingen. Luister, katjes, papa gaapt. Doe maar zachtjes, want hij slaapt. Lieve papa, droom maar zacht, want wij houden wel de wacht. Ik kan zien dat spelen met papa helemaal niet saai was. Wakker worden, slaapkoppen. Ik ben thuis. Oh. Ik ben 100% wakker, hoor. Ik ben al uit de veren. Opstaan, jongens. Kom op. Mogen we nog even blijven liggen? Ja, want het is zondag vandaag. Ah, dat is ook zo. Blijf nog maar even liggen. Maar papa en ik gaan nu lekker buiten spelen en met deze frisbee gooien. Hey, dat wordt leuk, jongens. Kom mee. Wat? Heb je daar echt een frisbee? Geweldig! Miauw, 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 miauw! Of je nu een dutje doet of met elkaar speelt, zondag is altijd een fijne dag. De papegaai! Papa was weer eens druk met het verzinnen van nieuwe recepten. En dan haal je de vers gebakken koekjes voorzichtig uit de oven, bedek ze met een dikke laag snoepjes en vervolgens met een dikke laag frambozenpudding. Oeh, dat klinkt erg lekker. Schrijf dat maar meteen op. Papa, riep je ons? Pudding, een kleine snoepje en koekie. Pap, wat zei je daar over frambozenpudding? Jullie lieve papa heeft net een heel lekker nieuw recept bedacht. Dat klopt. Kittens, voordat ik het vergeet, raad eens. De buren zijn een paar dagen op reis en hebben ons gevraagd om op een papegaai te passen. Komt er een echte papegaai logeren? Hoera! Hoera! Miauw, miauw, miauw! Vogel, vogel, vogel! Ik heb ergens gelezen dat papegaaien kunnen praten. Kan de vogel praten? Wat geweldig! Nou, doe maar, vogel, zeg iets. Wees niet verlegen, zeg iets, zeg iets! Misschien wil ze niet praten als ze in de kooi zit. Nou, dan laten we haar eruit. Oké, we luisteren. Misschien heeft ze wel trek. Nou, wat zeg je dan? Zeg maar bedankt. Wat je moet zeggen is bedankt. Misschien houdt ze wel van snoep. Wil je wat snoep, meisje? Nog niet. Dat mag pas als je alsjeblieft zegt. Misschien is ze nog heel klein en weet ze nog niet hoe ze moet praten. We gaan het haar leren! De kiwi-cats dachten na over welk woord ze haar het beste konden leren. Weet je wat we haar wel kunnen leren? Boe! Als de buren dan thuiskomen, kan ze ze laten schrikken! Maar wat als ze dan niet alleen de buren laat schrikken? Wat als ze iedereen gaat laten schrikken? Misschien kunnen we haar dan iets leren als iets als gefeliciteerd. Want dat is een woord wat iedereen graag hoort. Maar pudding, gefeliciteerd is wat je zegt als er iets goed gebeurt. En niet zomaar. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd! We moeten haar iets leren wat heel gewoon en normaal is. Iets als hallo. Je hebt gelijk, als ze dat zegt, laat ze niemand schrikken. Hallo. 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 Ah. Hallo. Ah. Hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Hallo? Hallo?
Hallo. Hallo. Oh, wat? Kittens, kunnen jullie even ergens anders gaan spelen? Ik schrijf een recept en nu is het laatste ingrediënt ineens hallo. Wat moest er ook alweer gebeuren nadat je de koekjes uit de oven hebt gehaald? Haal de koekjes voorzichtig uit de oven, bedek ze met een dikke laag snoepjes en vervolgens met een dikke laag van boze pudding. Ah. De slimme papegaai had papa's recept keurig onthouden. Bedankt, dat was hem precies. Oh, dus je weet wel hoe je moet praten. Bedankt, alsjeblieft. Gefeliciteerd. Boe! Maar waarom heb je niet eerder iets gezegd toen we het vroegen? Nou, lieverd, misschien waren jullie zelf te veel aan het woord. Ja, en kreeg ze niet eens de kans om iets te zeggen. Oh. Het spijt ons, papegaai. We moeten je wel de kans geven. Papegaai, hallo. Goedemiddag. Oh, geweldig. Miauw, 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 miauw. Bedankt, Cookie. Bedankt, Snoepje. Bedankt, Pudding. Graag gedaan, hoor. Die avond probeerden ze papa's nieuwe koekjesrecept. En hun nieuwe vriendin praatte zoveel dat je niet zou geloven dat ze ooit stil was geweest. Post! Op een mooie ochtend bracht meneer Postkat de post rond in zijn postauto. Maar plotseling ging het mis. Hey! Wacht! Oh nee, zo te zien krijgt vandaag niet iedereen zijn pakje. Maar ik weet zeker dat ze die pakjes wel willen hebben. Hey, zullen wij drieën ze bezorgen? Lijkt me best leuk om postkat te zijn. Dit is onze kans! We zijn postkatten! Miauw, 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 miauw! Maar door het water waren de adresetiketten uitgelopen. Hoe wisten de kittycats nu waar ze de pakjes moesten bezorgen? Ik denk dat ik een goed idee heb. We kunnen zien voor wie ze zijn door goed naar de pakjes te kijken. Dit is een hele mooie doos. Met mooi lint en een strik. Wie houdt er van mooie dingen? Nou, Cupcake! Oh, wauw! Wat is die mooi, zeg! En in dit pakje zit zo te zien een lekkere warme trui. Dan is die dus voor Boris. Hij raakt altijd zo snel verkouden. In deze zit denk ik een zwarte paraplu. En weten jullie wie er van zwart houdt? Nou, Flikje natuurlijk! Oh! Maar voor wie is dat laatste pakje dan? Misschien is het wel gereedschap voor Dart. Of misschien een speelgoedraket voor Snuffel. Laat die geheimzinnige doos nog maar even zien. We gaan eerst de andere bezorgen, goed? De kittycats bezorgden eerst het pakje van Flekje. Maar het bleek geen paraplu te zijn. Het was een tablet. En die was heel erg niet zwart. Oh, hij is roze. Jakkie! Hun volgende adres was dat van Boris, om de warme trui te bezorgen. Oh nee, deze muts wilde ik helemaal niet. Ik wilde de regenboogkleurige met belletjes. En Cupcake kreeg het pakje met het mooie lint en de strik. Wat is dit? Mijn hoofd lijkt wel een circustent. En dan moeten we nu nog uitzoeken voor wie het laatste pakje is bestemd. Oh, wacht! Ik heb helemaal geen gekke clownsmuts besteld, maar een roze tablet. Maar wie heeft dan deze gekke muts besteld? Nou, iemand die van clowns houdt, toch? Oh, dat is natuurlijk Boris. Dat lijkt al meer op wat ik wilde. Ik zie er nu uit als een echte grappige clown, toch? Iets dat zo zwart is, past toch helemaal niet bij een clown? Maar het past wel bij Flikje. Hoera! Mijn trui! Warm en donker. Hij staat je fantastisch, Flekje. Dan is dit de roze tablet die Cupcake heeft besteld. Wat is hij mooi, hè? De kittycats hadden nu alle pakjes op het juiste adres bezorgd. Behalve het mysterieuze pakje. We maken het open en kijken wat erin zit. Dan zien we vanzelf voor wie het is. Je mag nooit iemand anders zijn post openmaken. Maar hoe lossen we dit dan op? Ik ben zo moe van het dragen. Gelukkig. Daar kwam meneer Postkat al aanrijden. Oh, Snoepje, Cookie, Pudding. Een paar pakjes zijn uit mijn auto gevallen. Hebben jullie de pakjes soms gezien?
Oh, zo te zien is dat er een. Wij hebben uw pakjes gevonden. En we hebben ze al bezorgd op het juiste adres. Oh, reuze bedankt. Ik was al bang dat ik de pakjes voor altijd kwijt was. Maar we konden niet achterhalen voor wie dit pakje is. Is het etiket onleesbaar? Dan kijken we naar dit nummer hier. Het is pakje 125. En dit is het adres. Kom, laten we de post bezorgen. Ja! Zo, we zijn er. Oh, maar dat is ons huis. Ja, dat is het zeker. En dat is waar dit pakje naartoe moet. Maar dan hebben we nu dus een pakje voor onszelf bezorgd. Wij zijn postkatjes! Miauw, 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 miauw! Het geheimzinnige pakje bleek een cadeautje van oma te zijn. De kittycats hadden niet alleen hun vrienden blij gemaakt met een pakje, maar ook zichzelf. De kunstgalerie. De kittycats hadden net flinke trek gekregen van het buitenspelen toen ze Carrie tegenkwamen. Hallo, Carrie. Oh, hoi. Wat ben je aan het eten? Het lekkerste sushi uit de wereldgeschiedenis. Oh, wauw. Mogen wij drieën er ook een stukje van proeven? Dacht het niet. Als jullie ook willen, dan kopen jullie ze zelf maar. Ze verkopen ze bij dat nieuwe koffietentje. Weet je wel, dat kleine tentje in de grote kunstgalerie? Een koffietentje in de kunstgalerie? Weet jij hoe we daar kunnen komen? Eerst ga je rechtdoor, voor bij de vierkante kat. Verder rechtdoor tot de schreeuwende kat. Dan rechtsaf tot de lachende kat. Dan staat er een beeld. De denkende kat. Recht daarachter staat het koffietentje. En in het koffietentje hebben ze de soesjes. Dat sloeg nergens op. Welke vierkante kat? Ik begrijp het niet, maar ik heb het wel onthouden. We gaan gauw naar huis en tekenen een kaart van de route. De kittycats vonden het heel spannend om een kaart te maken voor zo'n lekkere schat. Hey, mam! Mogen we naar de grote kunstgalerie, alsjeblieft? Oh, wat fijn dat jullie lieverds interesse hebben gekregen in kunst. Maar ik ben nu even druk bezig in de keuken. Vraag papa maar. Ik weet zeker dat hij het wel leuk vindt. Zei mama dat? Luister, ik ben net zo druk als jullie mama. Maar als het om de kunst gaat, nou, dan kan dit wel wachten. Dus gaan we nu direct naar de kunstgalerie. Hoera! Miauw, 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 miauw! De galerie was heel groot en er hingen heel veel schilderijen. Oké, katjes, ik vertel jullie alles over de kunst. Hier hangen de klassiekers, zoals, Hey, de vierkante kat, kijk! Kom mee! Hij is echt heel grappig! Juist, dit is de kat met de parel, door Andy Haarbal. Huh? Oeh, dat is een meesterwerk. En nu de schreeuwende kat. Kijk daar! Oh, dat is ook een beroemd schilderij. Het heet Kattengejank. Oh, kijk, daar is de lachende kat. Huh? Ah, dat is de miauw nou Lisa. Wacht. Dan is dat daar de denkende kat. Huh? Hey, kijk! De soesjes! Papa, wil jij alsjeblieft wat lekkere soesjes voor ons kopen? Ah, is dat soms de reden dat we hier zijn? Carrie had gelijk. Dit is het lekkerste soesje van de wereld. Dit is wat je noemt een meesterwerk. Ze gebruiken toevallig wel mijn soesjesrecept. Wil je ze dan straks ook thuis voor ons maken? Ik denk het niet. Ik heb nog werk liggen. Nu ben ik met jullie naar de galerie geweest, terwijl jullie eigenlijk naar de bakker wilden. Nou, jullie hebben wat jullie willen. We gaan. Jammer dat papa geen soesjes voor ons wil maken. Want ze zijn echt heel goed. Inderdaad, maar dat was de schreeuwende kat ook. Ik vond de lachende kat mooi. Ik vond de vierkante kat juist gaaf. Maar papa denkt nu dat we de schilderijen niet mooi vonden. Ik heb een supergoed idee. We maken alle drie een schilderij voor hem. Dan weet papa dat ons uitje naar de galerie niet voor niks was. En zo waren de kittycats ineens hardwerkende kunstenaars. Huh? Hè? Hey lieverds, wat zijn jullie aan het doen? Oh, maar dat is prachtig. Hey, als we ze ophangen, hebben jullie een eigen galerie. Lieve kittens, als jullie eens wisten hoe ik van jullie schilderijen geniet. En ik denk dat ik jullie hiermee wel kan bedanken.
Soesjes! De kittens vonden de soesjes van papa een groot meesterwerk. Nu is het hier net een grote, hippe kunstgalerie. Met mooie kunst en een eerste klas koffietentje. Hop. Geweldig! Miauw, 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 miauw! De soesjes van papa waren een succes. En iedereen was het erover eens dat de kunstgalerie van de Kitty Cats bijna net zo goed was als de echte. Mama's verjaardag! Op een dag, heel vroeg in de ochtend, wilde papa net op zijn tenen naar buiten glippen. Papa! Ja, Waar ga jij zo vroeg naartoe? Het is vandaag mama's verjaardag, papa. Ben je het vergeten? Ja, nee joh, ik ben mama's verjaardag echt niet vergeten. Maar ik heb haar cadeautje in mijn kantoor laten liggen. Ik ga het even snel ophalen, zodat we haar straks samen kunnen feliciteren. Wacht op me, oké? Geweldig! Sst, maak mama niet wakker. Miauw, 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 miauw. De Kitty Cats hadden een hele mooie tekening voor mama gemaakt. Het is echt een hele mooie tekening. En wat voor cadeau zou papa voor mama hebben? Nou, hij heeft het cadeau op kantoor laten liggen. En zijn kantoor staat midden in een grote snoepfabriek. Dus ik denk dat het een lekkere taart is of zoiets. Maar papa neemt elk weekend al een taart mee naar huis. Een verjaardagscadeau moet iets speciaals zijn, Pudding. Maar weet je, een taart kan heel leuk zijn. En speciaal. Bijvoorbeeld als je in de taart een brief verstopt. Maar wat als mama de brief per ongeluk opeet? Ah. Oh. Mmm. Vuurwerk in een taart verstoppen. Dan kan hij opstijgen en doet hij boom! Maar wat nou als het fout gaat en de taart niet opstijgt? Huh? Papa zou mama nog iets heel speciaals moeten geven bij de taart. Iets waar mama veel van houdt. Mama houdt van sport. En mama houdt van roze kleren. En mama is dol op bloemen. Hé, zullen we een mooie bos bloemen plukken? Dan doet papa alsof dat zijn cadeau is. Huh? Maar de Kitty Cats waren even vergeten dat mama in de herfst jarig is. Toch gaven ze het niet op. Ze zochten overal naar bloemen. Ze zochten. En zochten. Maar mooie bloemen groeien niet in de herfst. Nergens bloemen. Wat moeten we nu doen? Papa kan mama toch niet alleen maar een taart geven? Oh, ik heb denk ik een goed idee. Wat als we een boeket maken van allerlei herfstblaadjes? Die hebben zulke mooie kleuren, kijk! De Kitty Cats konden niet wachten om mama het mooie herfstboeket te geven. Goedemorgen, lievertjes. Goedemorgen, gefeliciteerd. We hebben niets achter onze rug, hoor. Zullen we wachten met de cadeautjes tot papa terug is? Goed, mama? Papa terug is? Waar is hij naartoe? Waar is de jarige Job? Ik heb een cadeautje voor haar. Hé, jongens, dat is geen taartdoos. Het is een mooie roze trainingspak. Met mooie sportschoenen erbij. Het is alles waar je van houdt in één cadeau. Sport, mooie roze kleren met erop bloemen. Oh, lieverd, hartelijk bedankt. Wat een perfect cadeau voor mama. Nou, ik denk dat we dit boeket dan niet meer nodig hebben. Tuurlijk wel, Pudding. We geven de bloemen samen met ons cadeau. Lieve mama, gefeliciteerd. Hier zijn je verjaardagscadeautjes. We hebben samen deze tekening voor jou gemaakt. Oh. En dit bladerenboeket. Oh, bedankt, mijn lieve kittens. Moet je zien. Dit zijn de allermooiste verjaardagscadeaus die ik ooit heb gehad. Geweldig! Miauw, 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 miauw. Papa had natuurlijk ook een lekkere taart meegebracht. En mama blies de kaarsjes uit. Maar ze kon niets bedenken om te wensen wat ze nog niet had.
verhalen schrijven. Op een dag wilden Snoepje, Cookie en Pudding worden voorgelezen uit een boek. Een verhaal uit een prinsessenboek. Maar één met heel veel piraten. En ook met heel veel paddenstoelen. Oké, dat is één prinsessenboek, één piratenboek en de paddenstoelencyclopedie. Ik wil niet weer een boek over prinsessen en dat bedoel ik ook echt niet. En ik wil geen boek meer over piraten. Maar paddenstoelen zijn oké, toch? Oh nee, niet alweer! Jullie moeten zelf maar een boek gaan schrijven over een prinses, een piraat en een paddenstoel. We worden echte schrijvers! Geweldig! Miauw, 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 miauw! We verzinnen zelf een verhaal, jongens. En dan kan papa het voor ons opschrijven. Hey! Oh. Maar een boek schrijven bleek nog niet zo eenvoudig. Oké, vertel maar dan. Hey! Nee. Nee. Het lijkt wel alsof we helemaal niks kunnen bedenken. Om te kunnen schrijven heb je inspiratie nodig. Inspiratie? Nou, inspiratie is wanneer je eerst niks kunt bedenken en dan ineens een goed idee krijgt. Oh! Ik heb een ideetje. Diep in het woud. Ik weet iets. We beginnen op de maan. Ik vind dat niet zo schoonlijk tegen het moet zitten. Met schimmelapen. Stop! Dit wordt helemaal niets. Eén van jullie mag beginnen en daarna mag de volgende. Papa heeft gelijk. Ik begin wel. Diep in het woud stond een prachtige... paddenstoel! Toch? Nee, gekkie. Een kasteel. Het huis van een slimme prinses. Ze zat in haar toren en keek in het rond. In haar toren en keek in het rond. Dat is een mooi begin, hè? Mijn beurt! Plotseling werd het kasteel aangevallen door... paddenstoelen! Nee, geen paddenstoelen, piraten! Oké dan. Joho! De piraten pakten het kasteel en namen het mee op hun schip. En toen keek de prinses uit haar raam en zag een gigantische... paddenstoel! In de paddenzee! Yeah! Kom nou, waarom nou weer een paddenzee? Jullie hebben prinsessen en piraten. Waarom mag ik dan geen paddenstoelen? Wat ga ik nou opschrijven? Wat zijn mijn lieverds aan het doen? Onze kittens zijn een boek aan het schrijven. We zoeken iets cools en gaafs wat het piratenschip aanvalt. Ja, iets spannends en goeds. Oh, dat klinkt leuk. Oh, krijg jij hem open? Wat dachten jullie van een gigantische... Een paddenstoel misschien. Mam, dat is precies wat ik zei. Een paddenstoel wil het schip laten zinken. Bakboord, maatje. Nee, stuurboord, maatje. Bakboord. Stuurboord. Bakboord. Stuurboord. Pas op, daar komt de gigantische paddenstoel. De piraten zorgen dat de paddenstoel niet kon enteren. Oh, maar de paddenstoel droeg een grote metalen helm, toch? Hey, ik heb een heel goed idee. We kunnen de paddenstoel verslaan door hem te koken in een pan soep, toch? Want een gekookte paddenstoel kan niks. Zo versloegen de piraten de vreselijke paddenstoel. En raakten bevriend met de slimme prinses. En ze beleefden samen nog vele fantastische avonturen op zee. Einde! Het paddenstoel-prinses-piratenverhaal. Dat is een mooi verhaal geworden. Weet je wat? Ik geloof dat ik die paddenstoel kan ruiken. Dat is de paddenstoelensoep die je ruikt. Het is etenstijd, kleine schrijvertjes. Hoera! Miauw, 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 miauw! En na het eten printte papa het verhaal van de prinses, de piraat en de gigantische paddenstoel. Geschreven door onze eigen Kitty Cats. Ome Muffin. Op een dag raasden de Kitty Cats al de hele dag in het rond. Nou... En toen het bedtijd was, wilden ze niet naar bed. Ik geef het op. Het spijt me, maar er zit niets anders op. Wil je dat ik hem ga bellen? Zeker weten.
Hé, hey, luister eens, kittens. Weten jullie wie er morgen op bezoek komt? Oma Muffin. Oh. Hij komt oppassen. Papa en ik moeten nog wat dingen regelen. Geweldig! Miauw, 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 miauw! De volgende ochtend maakte oom Muffin zijn entree. Hoe gaat het, broertje? Wat fijn jullie te zien. Hé, hey, nichtje en nichtjes, wat heb ik jullie lang niet gezien? Oh, wat zijn jullie al groot. Jullie weten vast niet meer wie ik ben, hè? Maar dat geeft niet. Na vandaag vergeten jullie het nooit meer. Hup, mama en papa, tot ziens. Met oom Muffin kon je heel veel lol beleven. Hij speelde met de Kitty Cats alsof hij een van hun vriendjes was. Alles mocht en alles kon. Hé, wacht even. We moeten de veertjes nog opruimen. Opruimen is saai. Kom, dan gaan we op de bank springen. Hé, hé. Hop, hop, hop. Oh. Nu is de bank stuk. We moeten hem wel repareren, hoor. Ja, of niet. Kom, we gaan lekker voetballen. Hey. Ja, doe me. Huh? Hey. Oma Muffin, we moeten de klok eigenlijk wel weer even terughangen. Nou, ik ga veel liever in de plassen springen. Hé! Hey. Oma Muffin doet al de hele dag dingen die niet mogen. We laten hem niet meer binnen. Dan kan hij verder niets meer stuk maken. Ja, maar wat als hij de deur openbreekt? Hé, hey, hop! Hey. Als we nou een slaapliedje voor hem zingen, valt hij vast in slaap. Ome Muffin, het is al nacht. Ga naar bed en droom maar zacht. Maar ik wil nog niet slapen. Ik wil doorspelen. Stoute kat, stoute kat. Nou, dat slaapliedje van je helpt helemaal niets. Hadden we maar toverslaapsnoepjes. Oh, ja. Yeah. Wat jammer dat toverslaapsnoepjes niet bestaan. Liefjes en lichtje, kom eens even hier voor een lekkere knuffel. Mama, papa! Help, alsjeblieft. Oma Muffin is echt verschrikkelijk stout. Lieve help, is hij net zo stout als een zekere groep kittens dat gisteren was? Wie dan? Oh, je hebt het over ons drieën, of niet? Wat? Echt niet? Ik wil echt niet op Oma Muffin lijken. Ik ook niet, echt voor geen goud. Hé, hey, ik heb een supergoed idee. Dan moeten we onszelf dus goed gedragen. Want dan lijken we niet meer op Oma Muffin. Oh. Zo te zien hebben jullie je lesje geleerd. En daarom speelde ik ook die rol. Oom Muffin is een getalenteerd acteur. We hebben hem uitgenodigd om jullie te laten zien hoe het is als iemand zich niet gedraagt. Natuurlijk is jullie oom Muffin in het echte leven helemaal niet zo. Lieve help, nee. Echt, ik luister altijd goed naar anderen en gedraag me altijd keurig. Gelukkig! Miauw, 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 miauw! Iedereen hielp mee om de rommel van oom Muffin weer op te ruimen. En de Kitty Cats, die gedroegen zich heel voorbeeldig. Wiebeltand! Op een dag, tijdens het ontbijt, voelde Snoepje iets raars. Hé, hey, volgens mij is mijn tand aan het wiebelen. Oh, leuk! Dan vallen je tanden eruit, Snoepje. Wat? Mama, raak ik al mijn tanden kwijt? Oh, rustig maar. Wat je verliest zijn je zogenaamde melktandjes. En als je je melktanden verliest, krijg je nieuwe tanden. En die nieuwe tanden, die hou je voor altijd. Cookie en ik hadden dat ook toen we nog klein waren. Dan krijg ik dus allemaal nieuwe tanden? Geweldig! Miauw, 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 miauw! Snoepje liet haar tand direct aan al haar vriendjes zien. Kijk, moet je zien. Oh, gaaf. Losse tanden, dat is leuk. Ik vond het niet leuk toen mijn melktanden eruit vielen. Ik vond mezelf toen veel minder mooi.
Toen ik ging wisselen, hoopte ik dat ik er enorme hoektanden voor in de plaats zou krijgen. Maar dat gebeurde dus niet. Als je een tand verliest, moet je hem onder je kussen leggen. Dan komt de tandenvee langs en die ruilt je tand in voor een cadeautje. Oh, wauw! Ik wil ook een cadeautje van de tandenvee. Superleuk! Is er een manier waarop mijn tand er sneller uitvalt? Nou, je zou in een appel kunnen bijten. Dan blijft je tand in de appel zitten. Maar wat als ik dan per ongeluk mijn tand opeet samen met de appel? Oh, dan krijgt de tandenvee dus helemaal niks. Bind gewoon een touwtje aan je tand en dan bind je het andere eind vast aan een auto. Als de auto vertrekt, neemt hij je tand mee. Auw! Weet je wat? Je zou hem ook kunnen vastbinden aan een vliegtuig. Maar wat als de tand te goed vastzit en niet los wil laten? Ga gewoon naar de tandarts als de tand er niet vanzelf uitvalt. Dat heb ik ook eens gedaan. Het was een donkere tandartspraktijk. De tandarts droeg een eng zwart masker. En hij wrikte en duwde en trok zo mijn kleine witte melktandje eruit. Oeh. Ha, daar heb je vlekje weer met zijn enge griezelverhalen. Tandartsen dragen geen donkere of enge maskers. In het echt zijn ze best vriendelijk, hoor. De tandarts is leuk, maar ik wil er niet naartoe. Ik wacht wel tot mijn tand er vanzelf uitvalt. Wacht. Oké, het is etenstijd. Kom je, Snoepje? Snoepje had de hele dag nog niets gegeten. En haar wiebelige tand was er nog steeds niet uit. Nu is het genoeg. Ik ga direct de tandarts bellen. Dan is die tand er razendsnel uit. Hallo? Ik wil graag een tandartsafspraak maken. Maar ik wil helemaal niet naar de tandarts. Ik ben bang, mama. Rustig maar, Snoepje. Wij gaan wel met je mee. Ja. Goed zo, Snoepje. Doe je mond maar heel wijd open. Plop. En daar is je melktandje. Is die eruit? Ja. En binnenkort heb je een nieuwe grote mensentand. En je moet niet vergeten, je moet goed poetsen, goed flossen en niet te veel snoepen. Bedankt, meneer. Nu heb ik een tand om aan de tandenvee te geven. Geweldig! Mie wauw, mie wauw, mie wauw, mie wauw. Huh? Wacht eens even. Oh, u moet echt nog even hier blijven, papa. Daar moet nodig iets aan gebeuren. Eet u soms veel zoetigheid? Ja, ik moet wel voor mijn werk in de snoepfabriek. Je moet goed voor je tanden zorgen. Pas op met snoep. Poets en flos tweemaal daags, dan blijven je tanden gezond en sterk. Gebruik je fantasie! Op een dag waren de kittycats bij opa op de vuurtoren. Ze verveelden zich een beetje. Hé, ik zie ontevreden kittens aan de horizon. Waarom zo somber, kleintjes? We zijn vergeten om ons speelgoed mee te nemen. En ik heb ook geen boeken bij me. En nu vervelen we ons een beetje. Haha, dan is dit de kans om jullie te vertellen over mijn luchtballonavontuur. Daar vliegt de verveling voorbij. Hoera! Mie wauw, mie wauw, mie wauw, mie wauw. Kom mee, dan vertel ik jullie in welke land ik allemaal ben geweest en wat ik daar allemaal heb gezien. Ja, kijk, ik was in Zuid-Amerika, hier, in IJsland, hier, in Afrika, China, Indonesië, Botswana, Tunesië en zelfs de Noordpool. Kijk, hier. Zijn jullie soms niet geïnteresseerd? Nee, ja. Het spijt ons, maar het is alleen maar een lange lijst met namen. Het is saai om u met een stok op een kaart te zien wijzen. Ja, oké, dan vertel ik jullie over mijn reizen met een fotoboek erbij. Om te beginnen, in dit boek over Zuid-Amerika zien jullie de grootste waterval die ik daar gezien heb. Maar op die foto lijkt hij niet zo groot, opa.
En ik vloog over deze actieve vulkaan in IJsland. De kokende lava en de rook waren maar echt van... Maar ik zie helemaal geen kokende lava. Nou ja, die vulkaan was nog niet actief toen we deze foto maakten. Kom nou, een kleine zwart-wit foto. U vertelt spannende verhalen, maar het ziet er niet spannend uit. Ja, het zou veel spannender zijn wanneer je die spannende dingen in het echt kon zien. Ik heb een heel goed idee. Wat we zouden moeten doen, is echt op reis gaan. Goed plan. Wanneer vertrekken we? Dan gaan we met een hete luchtballon. Ik zou wel willen, Kittens, maar de vuurtoren moet 24 uur per dag bemand zijn. Oh. Maar hey, je kan ook mooie avonturen beleven door gewoon je fantasie te gebruiken. Je fantasie? Opa zette de hete luchtballon van de kittens klaar. Kom op, in het mandje. En nu je oogjes dicht. En stel je voor dat jullie in een hete luchtballon zitten, hoog in de lucht. Wauw! Oh, kijk nou, een vriendelijke kraai. En toen begon het harder te waaien. Het is alsof we in een orkaan vliegen. En het ging steeds harder stormen en het begon te regenen. Die regenstorm houdt ons niet tegen. We zijn dappere ballonvaarders met een missie. Oké, laat jullie fantasie gaan en vlieg. Vlieg! Met je fantasie kun je overal naartoe. Vlieg over een waterval in een luchtballon. Over een vulkaan en naar de horizon. Je komt echt overal met fantasie. Met fantasie, met fantasie. Want fantasie is grenzeloos. De mogelijkheden eindeloos. Met fantasie. Met fantasie. Wat was dat een fantastisch ballonavontuur. Ja, kunnen we nog ergens anders naartoe vliegen met onze ballon? Ja, natuurlijk kan dat. Maar we gaan nu eerst even wat eten. Zijn die broodjes niet een beetje saai? Ja, misschien wel. Dit klinkt als een klusje voor onze fantasie. Laten we net doen alsof dit broodjes zijn van een verre planeet. Goed idee! Mee wow, mee wow, mee wow, mee wow! De Kitty Cats hadden ontdekt dat ze met hun fantasie overal naartoe konden. Zelfs helemaal naar de maan.